Yo boys and girls. 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 Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls en welkom bij alweer een nieuwe video. Vandaag gaan we een What's on my PlayStation 5 1.0 doen. Dus ja, let's go. Zet jullie schrap. Neem er wat chips bij. Neem er iets om te eten bij, iets om te drinken. En dan gaan we van start met de What's on my PlayStation 5 1.0. We zitten hier dus in het scherm van PlayStation. En wat zien we als eerste? We zien als eerste, ja natuurlijk, PlayStation Plus, de maandelijkse collecties en PlayStation Plus collecties en zo. Maar daar kijken we straks wel naar. Dan hebben we hier de PlayStation Store. En ja, die gebruik ik niet zo heel veel. Omdat ik zelf, veel deze tab gebruik, omdat ja, PlayStation Plus, ik ben een subscriber, dus ja. Dan heb ik FIFA 22 voor de PS5. Oké, ja, ik heb die voor de PS5, waarom heb ik die voor de PS5? Ik had die ook voor de PS4, ik heb dus de PS5 versie en de PS4 versie. Voor te spelen ga ik misschien de PS4 versie gebruiken voor de packs te openen. En dat is precies te doen ga ik op de PS5 versie. Af en toe speel ik ook nog eens op de... nu ben ik aan het spelen op de PS5 versie, dus... Ja, komt wel leuk. Die PS5 versie die speelt beter, ziekere goals. Hier een goal van wat ik bereikt heb op... Wat voor een goal dat ik op PS5 heb gespeeld. Oké. We gaan verder met het dingen. The Last of Us Remastered. Dat is ook een bij de PlayStation Plus collectie voor de PS5. Ik heb die al eventjes gespeeld. Het is wel een leuke game. Echt wel een leuke game om te spelen. Ik vind het best wel een superleuke game. Het is echt wel een leuke game om te spelen. Dan heb ik Subnautica voor de PS5. Ook de PS5 versie. Dat juist nog gedownload. En ja, dan heb ik Grand Theft Auto 5. Ook de PS5 versie. Heb ik ook direct gepreorderd als ik de PlayStation 5 had. Dat is ongeveer nu al 2 weken geleden dat ik die heb aangekocht. En direct een dag zelf nog PlayStation 5 editie van Grand Theft Auto 5 aangekocht. Dan heb ik Gran Turismo 7, de PS5 versie. Dat is ook een leuke game. Ik heb die al heel wat gespeeld. Ik kan niet zien hoeveel uren net. We zullen zoiets naar de trofies gaan, zoiets kunnen we altijd zien. Of ja, naar mijn gameactiviteit en zo. PS4 versie van FIFA 22, die ik al had op de PlayStation 4. Waarmee ik eigenlijk de FIFA carrière, de FIFA jaar ben gestart. Dit jaar op de PS4. Dan heb ik nog de Grand Theft Auto op de PS4. Ook wel een game dat ik af en toe nog speel. Wel een nieuw karakter moeten maken voor de online versie. Omdat ik mijn karakter al had. Op mijn PS5 versie had gedaan en kon niet meer op de PS4 versie dus. Dan FIFA 21 voor de PS4. Ik had ook de PS5 versie ervan. Voor een volgende komende video ga ik ook de PS5 versie installeren dus. Ja. Dan PlayStation Now. Staat er standaard op denk ik. Media Galerie waar we wel eens kunnen zien. Waar we wel eens kunnen zien. Nee. Dat zijn dus veel FIFA videoclips. En veel videoclips van achievements dat ik gehaald heb. En dan Ghost of Tsushima PS4 versie. Dat staat nu wel proof versie, maar dat is de volledige versie denk ik. Game bibliotheek consoleopslag is dus PS5 versie van FIFA 22. PS5 versie van Gran Turismo 7. PS5 versie van Grand Theft Auto 5. Media Galerie, PlayStation Now, Remote Play en Subnautica. De uitgebreide USB-opslag, dus dat is de schijf dat ik in mijn PlayStation 4 had te steken. Dat ik nu in PlayStation 5 heb gestoken, staat nog altijd Abzu, Ark Survival Evolved, Astro Bolt Rescue Mission, Destiny 2, Dirt 5, Dirt Rally 2.0, EA Sports, UFC 4, Enlisted, Enter Gungeon, Erika, F1 2019,
Farm Simulator, FIFA 21, FIFA 22, First Class Trouble, Ghost of Tsushima, Godfall Challenger Edition, Gran Turismo Sport, Gran Turismo Auto 5 dan nog, dat hebben we daar juist nog gezien, GTA San Andreas, GTA Vice City, Hitman 2, Horizon Zero Dawn Complete Edition, dacht ik dat was, ja, Horror Adventure, dan hebben we Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, Knockout City, Marvel Spider-Man, Miles Morales, Moss, Need for Speed Payback. Dat was dan de nieuwe voetbalgame, Online Performance Test, ja. Overwatch Origins Edition, Paper Beast, PGA Tour 2K21, mag er dus af. Ratchet & Clank, Red Dead Redemption 2, Res Infinite, Rocket League, SingStar Ultimate Party, The Art of Horizon Zero Dawn, The Crew 2, The Last of Us Remastered, die hebben we daar juist ook al gezien op de homepage. Dumper, Tiny Tina's Assault on Dragon Keeps, Anthem Dragon Keep, A Wonderlands One Shot Adventure, Uncharted Nathan Drake Collection, WRC 7 FIFA World Rally Championship, WWE 2K Battlegrounds, Zombie Army 4 Dead War, en nu gaan we naar mijn verzameling. Ja. FIFA 22, de PS5 versie en PS4 versie, die zijn allebei geïnstalleerd. The Last of Us, Subnautica, allebei, alleen eentje geïnstalleerd en eentje niet. Grand Theft Auto zijn allebei geïnstalleerd. FIFA 21, PS4 versie is geïnstalleerd, maar PS5 versie zou ik nog moeten installeren. Show Divers, Lone Wolf, Console Edition, Planet Coaster, Console Edition, Ghost of Tsushima, allebei de versies, ja, Marvel Spider-Man, allebei de versies, Astro's Playroom, kunnen we misschien nog wel eens spelen in een toekomstige video. Horizon Zero Dawn, The Game en dan The Art. F1 2019, Dirt 5, zou ik de PS5 versie ook nog eens kunnen installeren. Als ik eigenlijk wat meer tijd heb om een andere game eigenlijk te finishen van mijn PlayStation, maar we zullen wel zien welke. Dirt Rally 2.0, dan heb ik Ratchet & Clank, Crash Bandicoot, Insane Trilogy, Last Guardian, Bloodborne, Until Dawn, Infamous Second Son, Batman Arkham Knight, Detroit Become Human, Call of Duty Black Ops 3, Battlefield 1, Resident Evil 7 Biohazard, Final Fantasy 15, Fallout 4, Uncharted The Legacy of Thieves, Collection, God of War, Persona 5, Monster Hunter World, Iceborne, Farming Simulator 19, Grand Theft Auto, Team Sonic Racing, Ark Survival Evolved, zoals we de rest besproken hebben, PS5 versie van Ghost Runner, The Crew 2, ja, die games hebben we ook de rest besproken, dus Fortnite, PS5 versie en PS4 versie, ik zou bij de PS5 versie nog eens moeten installeren, Days Gone, Deep Rock Galactic, allebei de versies, PS4 en PS5, kan ik nog kiezen welke versie ik speel. Persona 5 Strikers, ja. Overwatch, Legendary Edition. Lego DC Super Villains, Mortal Shell. Godfall, PS5 en PS4 versie. Call of Duty Black Ops 4. Hitman 2. Warzone. Allee, Call of Duty Modern Warfare, maar dat is Warzone dus. Battlefield 5. Kingdoms of Amalur, Re-Reckoning, First Class Trouble, PS5 en PS4 versie dus, zoals we al kunnen bespreken. Knockout City, ook PS5 en PS4 versie. Enlisted, eFootball. Ja, dat is dan de voetbalgame, online performance test, was dus eFootball. PGA Tour, Mortal Kombat 10. FIFA 20. Die eigenlijk gelokt staat op mijn PlayStation, maar dan moet ik gewoon de CD erin steken. Kan ik het terugspelen.
SingStar, Rocket League, Uncharted, Predator Hunting Grounds, Zombie Army 4 Dead War, Tennis World Tour 2, Plants vs. Zombies Battle for Neighborville, Hunter Arena Legend PS5 PS3 versie, Vampire, Horror Adventure, wat we hebben al juist al besproken, die games, Star Wars Squadrons, Destiny 2, PS5 en PS4 versie, dus ik kan nog kiezen welke versie ik überhaupt wil gaan spelen. eFootball PES 2021 Season Update, dat is eigenlijk de PS4 versie, Call of Duty World War 2, Virtua Fighter 5, Ultimate Showdown, Abzu, Stranded Deep, Control, daar hebben we de PS4 versie van, Red Dead Redemption, wat hebben we allemaal al gezien, The Witness, Farpoint, Remnant from the Ashes, Final Fantasy 7 Remake, Concrete Genie, Shadow Tomb Raider, Spider-Man hebben we dus al gezien, Greedfall, PES 2021 Lite, Real Farm, WRC5, Just Cause 4, Warm Trumbull, Rocket Arena, Fall Guys, H1Z1, Middle-Earth, Shadow of War, Hollow Knight, Call of Duty Black Ops Cold War, Beta was het, Street Fighter 5, Rise of the Tomb Raider, EA Play, Apex Legends, PUBG, PS4 versie, WRC 6, eFootball, PS22, Call of Duty Modern Warfare, dan NBA, City Skylines, Journey, Sonic Forces, Shadow of the Colossus, The Playroom, dat was eigenlijk available op mijn PlayStation 4. Die dat ik eigenlijk, dan WRC 7. En dat zijn spelletjes die ik zelf niet gespeeld heb, maar die op de PlayStation van Sven stonden toen ik daar in de tijd bij was. Dan gaan we naar media. Want daar staat ook nog een heel wat dingen. Dan staat er YouTube op, Spotify, Netflix, Prime Video. Heb ik eigenlijk niet, maar dan staat er toch wel op. Apple TV en Twitch. App-bibliotheek, wat kan ik hier nog doen? Taxi 5, Netflix recommended for you. Dan gaan we eens zien. Hoe ga ik naar mijn achievements? Aha, hier, trofeeën. Dus, FIFA 20 trofeeën. Daar kan ik eigenlijk zien hoeveel uren dat ik gespeeld heb al, dus ja. Dus dat zijn eigenlijk een beetje mijn trofee. Ik heb 187 geld, 155 bronzen, 26 zilveren en 6 gouden. Nog geen platina, nog geen platinum trofeeën. En ja. Ik kan wel eens zien, vergelijken met vrienden, dacht ik. Dan kan ik wel zien hoeveel uur dat ik gespeeld heb. Gamebase. Kan ik ook nog eens zien. Pact dat ik... opties. Ga naar Gamebase. Dan ga ik... vrienden zien. En pact dat ik nu Brent pak. Dan ga ik zien met trofeeën. Of bij games? Nee, ik kan het niet bij games. Dus Fortnite heb ik 64 uur gespeeld. GTA 5 of de PlayStation 5. Dat is dus een andere versie. Heb ik 847 uur gespeeld. Spider-Man 6 uur. Marvel Spider-Man Miles Morales 1 uur. Call of Duty Black Ops Cold War minder dan 1 uur. FIFA 21 427 uur. Heb ik natuurlijk meer gedaan, omdat de streams en zo waren ook van FIFA 21. Dan heb ik Rocket League, 1 uur. eFootball PES 2021, 3 uur. Trend Deep, minder dan 1 uur. Heb ik wel 2% van de trofee geld en 1%. En Days Gone heb ik eigenlijk nog niet gespeeld, echt.
Shadow of Tomb Raider minder dan 1 uur. Heeft hij meer. Farming Simulator heb ik 5 uur gespeeld, hij 10 uur. Dus ja, ligt wel dicht bij elkaar. Vampire minder dan 1 uur. Modern Warfare heb ik 1 uur gespeeld, hij 26 uur. Just Cause 4 heeft hij 1 uur gespeeld, ik minder dan 1 uur. Wat staat FIFA 22? FIFA 22, wat staat hier? Maar ik heb dit toch al gespeeld. Nou. Kan ik dus echt niet zien hoeveel uren ik er gespeeld heb. Ja. Dit was zo'n beetje mijn walkthrough dus door mijn PlayStation 5 dan. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Vonden jullie het tof dat ik deze video heb gemaakt? Want dat heeft me wel wat werk gekost om eigenlijk al die games te krijgen op de PlayStation 5. Dus ja. Laat dan zeker een like achter. Abonneer hier beneden. En ja, laat zeker een reactie achter wat je van de video vond. En dan zie ik jullie guys in een volgende video maar weer. Ja. Joejoe. Bye bye!